Goed, lieve mensen. De derde avond, de derde sessie. Dat maakt dat we aan het einde van deze avond al op de helft zitten. Vorige week hebben we gekeken naar meewerken met de Vader. We zouden op Jezus willen gaan lijken. Dat willen we natuurlijk allemaal. En dat is ook ons doel. En we hadden eerst geleerd hoe we dan om mochten gaan met de Vader. De tweede les, het meewerken met de Vader. En iedere keer doen we een stapje verder. En we hebben toen ook gezien dat we dus mochten gaan doen wat Jezus ook deed. En daarbij was het belangrijke boodschap die we ook lazen, is dat Jezus alleen maar de dingen deed die de Vader zag doen. Hij deed alles waarvan hij zag dat die Vader het van tevoren zag doen. En op die manier mogen wij ook gaan meewandelen. Op het moment dat wij een indruk krijgen, een woord krijgen, een stem horen, een gevoel hebben dat we mogen gaan handelen, dan vragen we: Heilige Geest, bent u dit? En als je daar een bevestiging op krijgt, dan moet je gaan wandelen. Dus niet alleen maar wachten dan. En maar wachten tot God iets gaat doen. Nee, God wil door ons heen werken. Wij mogen dat kanaal van hem zijn. Maar inderdaad wel samen. En we hadden gezien dat Jesaja 61 heel duidelijk sprak over waarvoor Jezus naar deze wereld toe is gekomen. Het goede nieuws te brengen, hoop te geven, vrijlating en bevrijding aan mensen te bieden en te troosten. Dat waren eigenlijk de hoofdonderdelen uit Jesaja 61, wat hij op een gegeven moment ook over zichzelf weer uitspreekt van, ja, dit ben ik. Leven te brengen in volheid. En dat is ook een boodschap voor ons. Want als dat voor Jezus gold, geldt het ook voor ons. Want wij mogen wandelen in hoe hij heeft gewandeld. En dus steeds meer op hem gaan lijken, steeds meer op God gaan richten, waardoor we zelf kleiner worden, God groter kan worden door ons leven heen. En de vrucht op die manier ook kan gaan groeien. Want als je meer op Jezus wil gaan lijken, dan zal je sommige dingen weg gaan doen uit je leven. Zal je sommige dingen meer aandacht gaan geven in je leven. En op die manier zal de vrucht steeds groter groeien van de Heilige Geest in jou. Maar naast de vrucht hadden we het ook over de gaven gehad. De gaven die voor iedereen die de Heilige Geest heeft beschikbaar zijn. En die God uitdeelt zoals hij ze wil. Op de momenten zoals hij ze wil. Zodat jij kan doen wat hij wil. Je hebt de gaven niet gekregen om te doen wat jij wil. Of te doen waarvan jij denkt dat het belangrijk is. Je hebt de gaven gekregen om te doen wat hij wil dat je doet met die gaven. En daarom is het zo belangrijk dat je Gods stem leert verstaan. Wat zegt hij nu? Hoe mag je op dit moment gaan handelen? Want er zijn natuurlijk heel veel goede manieren, maar er is maar één Gods manier. En het is belangrijk dat we leren te ervaren van, oké, Heer, wat wilt u hier? Wat zegt u op dit moment tegen mij? En dat we daarin gaan meewandelen. En daarom is het dus belangrijk dat we Gods stem gaan herkennen. En daar gaan we volgende week ook weer over verder, want eigenlijk is dit ook weer een twee luikje zo gezegd. We gaan vandaag kijken naar, oké, welke manieren zijn er om Gods stem te horen, te zien, te ontvangen, dat God iets tegen je zegt. En volgende week gaan we vooral op onderzoek uit van, hoe onderscheid ik nou de stem? Want ja, ik hoor wel wat, maar is dat nou echt van God of is dat nou van mij? Dat is natuurlijk ook een vraag waar we met z'n allen ook wel regelmatig denk ik tegenaan lopen. Van ja, nou dit zal ik wel zelf bedacht hebben of hè, dit wil ik zelf heel graag. Dus daar gaan we volgende week naar kijken. Dus nog even geduld als je met die vraag zit, komt vanzelf aan bod. We gaan vandaag vooral kijken naar oké, hoe spreekt God dan tot ons? En dat is op heel veel manieren. En het boek noemt er een aantal, hè, dus je kan het in het boek natuurlijk ook teruglezen. De dingen die ik vandaag ook weer zeg. En het boek is er ook gewoon eerlijk in, er zijn er nog veel meer dan dat hier staan. Maar we pakken even de belangrijkste eruit die we ook in de Bijbel terug zien komen. En waarvan we weten van, nou, dit zijn wel de meest voorkomende. En de manier waarop God tot jou spreekt, kan weer per persoon verschillend zijn. Dus de een zal het misschien wat meer op de ene manier ervaren en de ander wat meer op de andere manier. Omdat Gods geest bij onze geest aansluit. En ja, in jouw geest zit ook een beetje jouw manier, jouw hoe je in elkaar zit. En dat is natuurlijk weer gebaseerd op onze cultuur. Dus het kan best zijn dat in andere landen op een andere manier God wat meer spreekt in beelden en in visioenen, omdat ze dat daar gewend zijn. En wij hier misschien wat meer op het woord gericht zijn, dus dat we meer uit het woord kunnen halen van wat hij tegen ons zegt. Maar nogmaals, er zijn verschillende manieren en God sluit daar ook vooral bij onze geest aan. Let dus op, de Heilige Geest die in ons woont, spreekt tot onze geest. Hebben we al in les 1 volgens mij gelezen en geleerd en gehoord. Hij spreekt tot onze geest dat we kinderen van God zijn. Maar hij spreekt ook tot onze geest als het gaat om wat Gods plan is, wat Gods wil is.
En het is dus belangrijk dat we dat gaan leren filteren. Dus vooral ook voorzichtig zijn als je straks gaat uitdelen van Gods woord. Dat je niet zegt, God zegt dit. Maar ik ervaar of ik voel of ik denk dat God dit tegen je wil zeggen. Laten we daar wel een veiligheid in bouwen. Want anders dan wordt het zo radicaal. En het kan ook misschien wel heel radicaal mis zijn. Snap je wat ik bedoel? En daar moeten we wat voorzichtig in zijn. En je gaat vanzelf wel merken van, hey, dit is Gods stem die ik hier hoor. Dus ik kan er wat vrijer in spreken. Maar laten we wel voorzichtig zijn met het, God spreekt dit tegen jou. En, hè, want dan wordt het meteen, hè, zonder ook maar enige andere kleur nog mogelijk. Een hoorbare stem. Als ik de Bijbel doorlees, dan zie je dat God regelmatig spreekt tot mensen. Of zijn geest spreekt tot mensen. Maar er staat nooit echt heel duidelijk bij of dat nou een hoorbare stem is. Er staat wel duidelijk dat God spreekt. Maar of dat dan ook voor andere mensen op dat moment hoorbaar is, dat kan je er niet helemaal uithalen. Wat ik wel lees is in 1 Koningen 19 vers 11, is dat God sprak in het gefluister van een zachte bries. Dat was tegen Elia. God sprak in het gefluister van een zachte bries. En dan kan je het dus ook maar zo missen. Want dat kan je ook uit deze tekst halen. Het is dus niet altijd een keiharde stem, hè, dat je denkt van wat gebeurt hier nou. We zullen gevoelig moeten zijn in hoe God spreekt en wat hij zegt. En dus goed moeten leren luisteren. In 1 Korinthe 13 vers 9 staat ook in je boek als tekst, staat ook een waarschuwing. Dat ons profeteren, de profetieën die wij mogen brengen, altijd beperkt zullen zijn. Daar waarschuwt, loop ik te veel uit beeld? Oké, maar daar waarschuwt ook Gods woord voor. Dus let op, het zal beperkt zijn in wat wij brengen, want er zal altijd een klein beetje ons eigen sausje misschien wel doorheen zitten enzovoort. Dus wees voorzichtig in hoe je het brengt naar de ander. Daarmee moet je ook weer niet te voorzichtig worden dat je denkt, nou, ik zeg het me helemaal niet. Nee, doe het nou wel, alleen wees er gewoon eerlijk in. Ik heb dit gevoel of deze ervaring, of ik ervaar dat God dit tegen jou wil zeggen. En ja, hier is het. Ja, toch? Want er staat, we kijken namelijk nog in een wazige spiegel. Is dat in vers 12 van 1 Korinthe 13. He, dus ons profiteren is beperkt, omdat we nog in een wazige spiegel. Ja, het is nog niet helemaal zoals het ooit zal zijn straks. Ja? Maar het is niet erg. Want er staat nog een boodschap achteraan in Jacobus. In Jacobus 1 vers 5 staat er, als je wijsheid tekort komt, als je het niet zeker weet, als je twijfelt of het wel goed is wat je gaat zeggen, vraag die wijsheid dan aan God. Je mag het altijd weer aan hem vragen. Hij is de boodschapper. Dus vraag aan de boodschapper wat hij als boodschap wil doorgeven. Vraag om wijsheid. Nou, laten we naar een aantal manieren kijken die ook in je boek op een gegeven moment benoemd worden. Daar staan ze gewoon als losse punten. Ik zal er kort iets proberen over aan te halen. Maar als eerste, door Bijbel te lezen kan je Gods stem verstaan. Is denk ik logisch. Want hoe noemen we de Bijbel? Dat is namelijk Gods woord. Ja, dus daar spreekt God doorheen. Door zijn woord spreekt hij heen. Dat is de beste plek, durf ik bijna wel te zeggen, de beste plek om God te horen spreken. Door zijn woord te lezen, tot je te nemen. En daarom hebben we ook die oefening in deze cursus erin zitten en geleerd. Hè, die Lectio Divina, oftewel het luisterend Bijbel lezen. Lees nou niet alleen maar de verhalen, ook goed hè, om lijnen te herkennen. Maar probeer nou ook eens God te laten spreken door een bepaalde tekst heen die je aan het lezen bent. Wat wilt u hiermee zeggen? Wat mag ik hiermee doen? Is dit voor mezelf of voor een ander? Gewoon echt eens te mediteren op zijn woord. En dan zal je merken dat hij continu door dat woord heen spreekt. Dat hij elke dag tot je spreekt als je elke dag leest. Dus vandaar dat we ook die oefeningen vanavond weer even kort in hebben. We zullen wat korter proberen te doen dan normaal gesproken, want eigenlijk hoort hij er niet in. Maar ik vind het belangrijk dat we daarin geoefend raken om te ontdekken van hoe spreekt God dan door zo'n tekst heen. Dus door Gods woord, lees zijn woord. Door een tekst of een lied wordt ook gezegd. Ik denk dat we het allemaal wel eens hebben gehad, dat je opeens aan een Bijbeltekst moet denken als je in een bepaalde situatie zit of met iemand zit praat, dat je opeens aan een Bijbeltekst denkt. Ja,
En door die tekst wil God misschien wel juist iets zeggen tegen jou of tegen die persoon waarmee je aan het kletsen bent. Dus probeer dat te ontdekken. Probeer niet te denken van, oh ja, nou, dat is wel toevallig. Ja, heel veel is toevallig. Maar juist door zo'n tekst heen kan het zijn dat God juist die tekst aan die persoon wil geven. Als een bemoediging of als een stukje richtinggevend. En dat kan met een lied net zo zijn. Dat je bijvoorbeeld naar een lied luistert en dat die opeens heel hard binnenkomt. Dat je denkt, wauw, wat een gaaf lied is dit. Dat is echt op mijn lijf geschreven, terwijl we dat al 6 of 10 keer hebben gezongen. En opeens denk je, wat een gaaf lied is dit. Maar zo hebben we ook allemaal natuurlijk nummertje 488, die bij iedereen, hè, die vliegende arend, dat blijft toch een, hè, dat blijft toch een lied die binnenkomt. Sommige teksten komen binnen en ik geloof echt dat God ook door dat soort teksten tot ons spreekt, ons wil bemoedigen, ons wil troosten als dat nodig is, of juist richting wil geven. Dus leer ook, als je gewoon zingt of God aanbidt, denk ook na over wat je op dat moment uitzingt. Vaak zingen we een lied mee, maar kijk nou eens goed naar wat je zingt, want sommige teksten zijn zo waardevol, die je gewoon op je eigen leven direct mag toepassen. God spreekt dus door teksten en door liederen heen, maar ook door beelden. En ik merk al de afgelopen weken dat we er wat vrijer in aan het worden zijn. En dat maakt mij echt heel verwachtingsvol naar wat er nog gaat komen. Dat we al wat vrijer zijn om te zeggen, oh, ik kreeg dit beeld, of hey, ik kreeg deze indruk, of ik kreeg... En dat is mooi, want op die manier delen we met elkaar wat God wil zeggen, tegen de gemeente of tegen de persoon. En ook zo'n beeld. En een beeld is dan weer net even iets anders dan een droom of een visioen. Een beeld is vaak een stilstaand plaatje. Je hebt een plaatje en dan denk je, hé, waarom moet ik nou opeens aan een waterval denken? Of waarom moet ik nou opeens aan een roos denken? Of waarom moet ik nou ineens aan een hart denken? Als je daarmee teruggaat naar God en zegt, Heer, is dit van u? Wat wilt u hiermee zeggen? Wat wilt u hiermee doen? En misschien is het meteen al heel duidelijk voor je. En als het niet meteen duidelijk is, vraag om wijsheid bij hem. En laat hem door zijn geest tot jou duidelijk maken wat je ermee mag. Of het voor jou is, of voor een andere persoon is aan wie je het mag zeggen of mag delen. Maar een beeld krijg je niet zomaar. En het mooie is dat je iedereen kan beelden ontvangen. Want dat kunnen we allemaal. Als ik nu tegen u zeg, ik heb zo'n trek in vrijdag, want dan is mijn zoon jarig. En dan hoop ik dat we weer zo'n lekkere vruchtenvlaai hebben met aardbeien erop. En van dat gele spul, kent u dat? Met zo'n lekkere dat je al denkt van, oh. Maar u heeft nu allemaal een beeld in uw hoofd van een lekkere taart, toch? Tenminste, ik hoop dat u dat lekker vindt. Als u niet van aardbeien houdt, heeft u een probleem. Maar dan weet u ook wat u niet lekker vindt. Maar snapt u, dus beelden kunnen we allemaal. Maar het gaat er juist om, God werkt ook op die manier in onze verbeelding. Op verschillende manieren. Dromen en visioenen, ook zo'n ding, waardoor God heen werkt. En dat zien we natuurlijk in de Bijbel ook, dat hij door dromen heen werkt. Denk aan het verhaal van Jozef met zijn broers. Door een droom wist hij al van, hey, dit gaat iets speciaals worden. En hij kon zelfs ook dromen uitleggen daarna. Maar dromen ontvang je over het algemeen in je slaap, hè, want daar zal je voor moeten slapen. Maar je kan ook visioenen krijgen, bewegende beelden krijgen, terwijl je wakker bent. Denk aan Paulus, of was dat Paulus? Ja, nee, dat was Petrus. Petrus die op het dak zat en zo'n laken naar beneden zag komen met allemaal eten erop, wat hij opeens wel mocht eten, waarvan hij dacht dat hij dat absoluut niet mocht eten. Een bewegend beeld, een visioen, wat hem een stuk duidelijkheid gaf, wat hem een stuk aangaf wat Gods plan was voor straks of voor hem. Dus dromen en visioenen geven een stuk richting vaak. Geven ons alvast een kijkje in wat God wil gaan doen. En hoe wij daar dan in mee mogen gaan wandelen. En het mooie is dat het voor ons beschikbaar is. Voor een ieder zoals we hier zitten. Want in Joël lazen we dit al, hè? Dat er een moment zou gaan komen dat God zijn geest over iedereen zou uitstorten. En dat zonen en dochters zouden gaan profiteren. Maar dat oude mensen dromen zouden gaan dromen en vooral de jonge mensen visioenen zouden gaan zien. Ik weet niet waarom dat nou precies op die manier verdeeld is, maar goed, hè, daar hoeven we het niet over te hebben vanavond. Maar het is wel beschikbaar. En het mooie is dat we sinds Handelingen 2 in die tijd zitten.
Dat is ook wat Petrus zegt. Dit is wat David voorspelt. Wat hier nu gebeurt. En in die tijd zitten we nog steeds. Dromen en visioenen gebruikt God om tot ons te spreken. Want zijn Heilige Geest wil met iedereen aan de gang. Gedachten en indrukken. Hoe moet ik dat dan zien? Nou, je bent iets aan het lezen en opeens komt er iemand in je gedachten op. Moet je opeens aan iemand denken? Of aan een bepaalde situatie denken? En dan kan je denken, ah, toevallig, heb je hem weer. Maar je kan ook denken, ik schrijf het even op. Die naam of die situatie. Want voor je het weet, ben je die gedachte weer vergeten. Dat is altijd het risico, hè? Het komt voorbij, maar als je even afgeleid bent, ben je het ook weer heel snel kwijt. Dus daarom is het belangrijk dat je ook dingen leert opschrijven. Schrijf gewoon indrukken, gedachtes op. En bid daarna tot God, was dit van u, Heer? En wat mag ik hiermee? Ook daar weer, vraag. En hij zal je gaan antwoorden. Zo wist Petrus over Ananias en Safira. Hij wist dingen. Hoe kwam dat? Omdat hij de gedachtes over binnenkreeg. Hij wist al wat er ging gebeuren. Dat kan ons ook overkomen. En denk je, ja, hey, dit heb ik al een keer eerder bedacht of meegemaakt. Ja, dat kan. Dat je die gedachte al in je hoofd hebt gehad en dat je er nu in wandelt. Dat kan. Ja? Daarom is het zo mooi dat je gedachten en indrukken, die je, als je iets aan het lezen bent of aan het doen bent, en je krijgt zoiets, dat je het opschrijft en ermee naar God gaat. Want hoe mooi is het als je op die manier al gaat weten dat je straks iets mag gaan doen of iets gaat meemaken of ergens richting aan mag gaan geven in zijn naam. Gedachten en indrukken. Of een hoorbare stem. En die hoorbare stem noemde ik net al. Ja, het kan zijn dat je echt een hoorbare stem hoort. Dat kan. Ik denk dat die hoorbare stem er was toen Jezus gedoopt werd. En de hemel open ging. En toen was Gods stem, nou, dit is mijn geliefde zoon. Mozes bij de braamstruik. Brandende braamstruik en daar hoorde hij Gods stem. Doe je schoenen uit, die staat hier op heilige grond. En of die dan voor iedereen hoorbaar was, dat weet ik niet, kan ik er niet helemaal uithalen. Maar het was in ieder geval voor die personen, om wie het ging, was het een hoorbare stem. Voor Paulus, hij ziet een verblindend licht, stuit het van de paardezel af als hij daar al op heeft gezeten. Dat is allemaal van die discussies die je kan voeren. Maar goed, hè, we kennen het verhaal waar Saulus op een gegeven moment Paulus wordt, toch? Die ontmoeting met Jezus, die hoorbare stem. Waarom vervolg je mij? Ja? Wat wel opvalt, is die hoorbare stem vindt plaats nadat iets spectaculairs gebeurd is. Na een bepaald teken. De brandende braamstruik en Mozes hoort een stem. De hemel die open gaat, die duif naar beneden komt en God spreekt, mijn geliefde zoon. Het heldere, verblindende licht. En Paulus, Saulus in dit geval nog, hoort Jezus stem. Vaak is het na een bepaald teken. Dus nou ja, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als je een bepaald teken meemaakt, je denkt, hé, wat vreemd wat hier gebeurt. Oor open. Het zou maar zo kunnen zijn dat God iets heel belangrijks gaat zeggen tegen jou. Wat misschien alleen door jou gehoord wordt. En hoe geweldig zou het zijn als iedereen die stem opeens hoort. Maar goed, hè. Een hoorbare stem. Het kan dus zeker. En door anderen. God spreekt door andere mensen heen, om ons heen. Daarom mogen we juist ook profetie over anderen uitspreken. Ik denk dat God dit tegen jou wil zeggen. Of ik heb dit ontvangen. Ik denk dat dat voor jou is. Maar ook de sprekers die we hier op zondag hebben staan. Laten we die niet uitgummen, vooral. Die proberen ook iets van Gods woord met jullie te delen. Iets te brengen van wat ze hebben ontvangen. En ieder. Dus we zien echt weer uit naar wat Gerard zondag gaat brengen. Amen. En het kan maar zo zijn dat je ook nog een engel tegenkomt. Hoe bijzonder is dat? En dat horen we hier dan wat minder, maar vooral, hè, je hoort het vaak onder moslims. Hè, dat ze een engel of dat ze Jezus hebben ontmoet. En daarom waarschuwt de Bijbel er ook voor. Hè, houd de onderlinge liefde in stand en houd gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen van u zonder het te weten engelen ontvangen. Ja, er zijn engelen om ons heen, continu. En het kan maar zo zijn dat je al lang een paar hebt ontmoet waarvan je niet wist dat ze een engel waren.
En als laatste door gebeurtenissen. Soms overkomt ons iets waardoor we niet kunnen doen wat we van plan waren. Waardoor we tegengehouden worden. En tuurlijk moet je daar ook weer naar God toe. Van Heer, wat is dit? Bent u dit? Wilt u mij iets duidelijk maken? Of is dit een stukje strijd? Kan hè? Kan van twee kanten komen als iets niet door kan gaan. Het kan strijd zijn, maar het kan ook een deur zijn die God sluit. Dat kan ook. En dat lezen we ook. Als Paulus en Timotheus op stap willen gaan, ze hebben een plan gemaakt, we gaan naar die en die steden toe. En dan wordt het door de Heilige Geest belemmerd. En moeten ze een ander plan maken. Het kan zijn dat God een ander plan heeft, een andere weg voor jou naar dat einddoel toe. Want het komt vanzelf ook wel weer op dat einddoel. Maar dat het net even anders gaat dan dat wij hadden bedacht. Maar als je erover twijfelt van, hey, is dit strijd? Moet ik hier tegen strijden? Of is dit de Heilige Geest die mij leidt? Ja, vraag het aan de boodschapper. En daarom is het zo belangrijk dat we eigenlijk in alles wat we meemaken, doen, beleven, lezen, dat we steeds teruggaan naar Hem en vragen, Heer, bent U het die spreekt? Net zoals Samuel dat deed. Toen hij voor het eerst God hoorde spreken. Eerst rent hij 3 keer naar Eli toe. En op een gegeven moment heeft Eli het ook door. Zeg maar, Heer, hier is uw dienstknecht, spreekt u maar. Ik denk dat dat ook de houding moet zijn van ons. Zodra wij iets meemaken, iets ervaren. Heer, bent u dit? Spreekt u maar. Wat wilt u dat ik ga doen? Hoe mag ik hierop handelen? Wat mag ik hiermee doen? En dan zie je dat het op heel veel verschillende manieren God kan spreken. Dus het kan haast niet zo zijn dat als we hier volgende week weer zitten, dat u God niet heeft horen spreken. Dat kan niet. Moet je kijken hoeveel dingen er wel niet zijn. Alleen horen wij het gefluister. Dat is belangrijk. Als allerlaatste, en dan gaan we afronden. Ja, ik zit nog mooi binnen de tijd. Daar zegt het boek ook iets over. Want nu krijg je een openbaring of een woord. Hè. Je hebt het gevoel van, nou, dit is deze indruk, dit beeld, dat heb ik van God ontvangen. Maar hoe ga je er nou mee om? Hoe ga je er nou mee om? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Wat ik net al voorzichtig probeerde te zeggen, ga dan niet meteen radicaal tegen iemand zeggen, ik heb van God gehoord dat jij dit en dat moet doen. Het is, ja, ik zou daar iets voorzichtiger mee omgaan. Maar daarom zegt het boek ook van, joh, als je die indruk krijgt, dat beeld of dat woord krijgt, probeer dat dan in eerste instantie eens op te schrijven. Goed vast te houden, zegt het boek ook. Maar schrijf het voor jezelf op. En ga er niet meteen mee aan de haal. Je ziet een vaas. En voordat je het weet, is het een hele bloementuin hè, in je hoofd. Met allemaal stekkies. En heb je het ook al over het water wat in die vaas moet. En weet ik veel. En dat je iemand misschien wel heel blij gaat maken met een bos bloemen. Maar voor mij was het beeld de vaas. Toch? Dus hou het even bij de vaas. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Als je een beeld of een woord krijgt, vul het niet meteen in. God wil iets met dat beeld. Anders had hij er wel een bewegend beeld van gemaakt of iets anders laten zien. Hij wil juist iets met dat beeld gaan doen. Dus schrijf dat beeld op en ga het niet zelf invullen. En vraag aan de Heer, is dit van u? Is dit van u? Is die vaas van u? Want ik heb hem gevonden. En daarna gaan we proberen te interpreteren. Vraag God om uitleg. Wat bedoelt u met deze vaas? Wat bedoelt u met dit beeld of het woord wat ik heb gekregen? En dus niet te snel zelf er al een heel verhaal omheen bouwen. Dat is natuurlijk het risico als je iemand kent waarvan je denkt van hey, dit beeld is voor hem. Dat we er zelf al een heel verhaal meteen omheen proberen te bouwen. Ik denk dat het juist heel krachtig is om dat woord of dat beeld te delen. Want als dat bij die persoon iets in beweging zet, heeft hij aan die vaas genoeg. Oh ja, die heb ik vanmorgen net laten vallen. En ik was er zo verdrietig over. En ik heb God gevraagd, Heer, waarom laat ik die vaas nou vallen? Ik noem maar wat, ik probeer er maar wat bij te verzinnen. Maar u snapt waar ik heen wil, toch? Soms is het beeld al meer dan zat. Maar vraag God, hoe mag ik hier iets mee doen, wat betekent dit, wat wilt u duidelijk maken? En dan de toepassing, hè, dat is eigenlijk de derde stap, dus je eerst het beeld opschrijven, dan God vragen, wat wilt u hiermee doen? En als laatste de toepassing. Heer, moet ik hier iets mee doen in mijn leven? Want het kan ook een beeld voor jezelf zijn. Hè? Heer, moet ik hier iets mee doen in mijn leven? Met wat u laat zien, of wat u net tegen mij zegt.
Heer, wat wilt u dat ik ermee doe? Is het voor nu of is het voor later? Soms krijg je misschien al een beeld of een woord wat nog niet direct al uitgedeeld moet worden. Maar wat voor jou even is, zodat jij daarmee aan de gang kan gaan of met die andere persoon kan gaan wandelen en het later aan die persoon kan vertellen. Dus het is belangrijk dat je God ook vraagt, is het voor nu of is het voor later? En ik denk zeker als het om woorden gaat of om uitleg gaat, denk aan de dingen waar Jezus voor kwam. Om te bemoedigen, om richting te geven, om te troosten, om tot vrijlating te brengen. Niet om te veroordelen. Ik geloof niet zozeer in beelden die een veroordeling uitspreken. En waarom niet? Omdat ik dat Jezus ook niet zie doen. En dat blijf ik op hameren. Want dat is wel iets wat er bij ons in de maatschappij en in de kerk in is gegroeid. Veroordeling. En sterker nog, in de vertalingen lezen we dan ook van ja, maar de Heilige Geest is ook om te vertellen waar de zonden zitten. Ja, de Heilige Geest is daarvoor gekomen, niet jij. En ik denk niet dat God ons daarvoor gebruikt. Niet in eerste instantie. Wel om richting te geven. Wel om te bemoedigen. Om te zeggen van, joh, het is moeilijk hè, waar je doorheen gaat. Ja, maar probeer het eens zo. Probeer het eens samen met Jezus. Waarom? Nou, ik denk dat dat heel erg helpt. En dan ben je niet aan het veroordelen, maar ben je aan het bemoedigen en ben je aan het richting geven. En dat is wat ik Jezus ook zie doen. Jezus kwam allerlei mensen tegen die aan dingen lijden en moeilijkheden hadden. En daar zei hij niet tegen van, dat is niet fout en dat is fout en dat was niet goed. Hij zei wel, doe het nou niet meer. Tuurlijk, dat zei hij wel. Als je ergens vanaf wil, dan moet je er ook niet meer doen. Maar geef vooral aan, hoe dan wel. En onze weg en onze waarheid is Jezus. Wat kan ik voor je doen? Hoe kan ik je helpen daarbij? Ja, heel mooi. He, dus beeld, vraag aan God wat je ermee, wat hij ermee bedoelt. En daarna, wat mag ik ermee gaan doen? Mag ik het uitdelen? Moet ik het bewaren? Is het voor mij, is het voor een ander? Maar de toepassing. Nou goed. Ja. Ja. Je vraagt eigenlijk een bevestiging van God. Ja. Dan is het voor die, ja, nee, mooi, heel mooi, ja, ja. Nou, maar ik denk inderdaad, vraag God om wijsheid, vraag God om wat hij wil, want wij zijn alleen maar boodschapper, maar inderdaad, laten we gewoon samenwerken ermee. Ik denk dat dat heel mooi is. Jij nog iets? Ja, want ik, ja. Ja, je had het ook nog over dromen, daar ben ik de laatste tijd heel erg mee bezig, want ja, ik moet heel veel rusten. als je dus gaat rusten, nou, dan vind ik het ook wel fijn om dat te vragen van Heer, wilt u me dromen geven, dat ik daar alert voor ben. En nou, dan ga je slapen en dan word je de volgende ochtend wakker. En dan was ik wakker en dan was ik ook flop zo mijn bed weer uit en dan vergeet ik het gauw. Maar nu heb ik mezelf aangeleerd, je pakt ook niet meteen je telefoon, ik word wakker. En dan ga ik eerst nadenken, wat heb ik gedroomd? Omdat ik niet meteen al in die keuken sta, of nee, daar sta ik niet, in de badkamer sta. Maar eerst vraag van Heer, heeft u een droom gegeven? En dan ineens kan die weer terugkomen. En ik wilde ook nog even zeggen over alert zijn op gekke dingen. Gekke dingen. Als er een glas wijn of zo omvalt bij iemand. Heer, wat wilt u daarmee zeggen? Weet je wel? Niet zo van, hé, je zit vast in een rode wijn. Maar je kan je wel even vragen aan God. En dan misschien ja, bidden van, Heer, help die ander. Zoiets. Mooi. Jazeker. En het is ook meteen weer een bevestiging van schrijf dingen op. Want als ik nu aan u vraag, wat heeft u vannacht gedroomd? Geen idee. Vaak word je wakker en dan weet je nog flarden. Maar als je een uur later, dan denk je, wat was het ook weer? Dan ben je het alweer kwijt. En zo werkt het heel vaak. Als ik u nu vraag, we hebben het afgelopen zondag over gehad in de preek. Zult u misschien nog één of twee woorden weten? Hoop ik. Nou, misschien nog wel veel meer. Dan word ik helemaal blij. Maar vaak, we hebben een half uur staan preken. Maar vaak kunnen we nog 3 minuten navertellen en that's it. En dat is niet erg. Maar daarom is het zo belangrijk dat we aantekeningen maken.
wat bij jou opvalt. Hè? Dat zal bij jou misschien anders zijn dan bij je buurman. Maar welke woorden vallen jou op? Welke dingen die God op dat moment spreekt? Want ik geloof echt als je hier gaat zitten, op wat voor moment je hier dan ook zit. Of het nou met een studie is, of met een zondagdienst of zo. God spreekt door alles heen. Door de liederen, door de woorden, door de bijbelteksten, noem het maar op. En schrijf op wat jou opvalt. Want dat is de manier waarop God spreekt. Maar we moeten het wel zelf gaan leren herkennen. En dan zal je echt gaan merken dat het heel waardevol gaat worden. Elk moment dat je dan bij elkaar bent op dat soort bijeenkomsten. Ik wil gaan afronden. Of wilde jij nog wat